Laura, vorige week de tiener, nu iets minder. Ja, nee, maar topcijfers. Ik ben heel blij mee. Het was gewoon weer een vele moeilijkere kuur. Dus als ik hier ook tiener op had gehad, dan ja, wat doe ik hier dan nog? Ik wil veel meer leren en ik ben nog lang niet uitgeleerd. Dus ik hoop gewoon nu dat ik door mag gaan en dan volgende week die dingen kan laten zien die Martine nu al wilde zien. Een beetje opbouwen en dan krijg ik er wel zo ver hoor. Op een dag krijg ik die tienpander. Ja, want Martine die riep van alles, zijn allemaal termen. Wat bedoelt ze een beetje? Ja, ze bedoelt die sprongen. Ze wil sprongen zien. En volgende week, als ik erin zit, krijgt ze een sprong. Dus het is alleen maar een extra motivatie voor mij om door te gaan. Precies, dus dat is ook denk ik waarom de mensen op jou moeten stemmen. Dat je kan laten zien waar Martine dat mensen moeten juist op me stemmen, omdat ze... Ik ben nog niet uitgeleerd. Er zit nog veel meer in en dat moet eruit. En ik hoop dat ik die kans krijg en dan, dat ik dat gewoon al die sprongen en zo kan laten zien. Het zou echt een te gekke kans zijn. Ja. Precies, en als je doorgaat, dan sta je ook al in de halve finale. Ja, dan sta je in de halve finale. Jeetje, een halve finale. Dat is wel heel bijzonder. Het is wel een eer. Ja. Precies. Nou ja, en nu weer 3 negens. Ja. Gaan we volgende week weer 3 tieners in? Volgende week? Ga ik keihard knokken voor die 3 tienen. Ja. Okay. Hey, bedankt. En ontzettend veel succes. Dankjewel.